Oh. Ja, sorry, heel zwaar. Ik denk dat heel veel regiogenoten deze koffiezaak wel kennen. Koffielisjes aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Nu zijn er meerdere vestigingen, er is er ook één in Dordrecht. Maar ja, niet meer voor lang, want deze vestiging hier in Rotterdam gaat sluiten. Met heel veel pijn in het hart van de eigenaren. Ik heb met ze afgesproken niet hier, maar in Dordrecht, omdat ze daar knijterdruk hebben. De corona duurt natuurlijk heel erg lang op het moment. En wij geloven gewoon echt niet in de 1,5-meter-economie. Wij denken dat het horeca moet heel erg sfeervol zijn en gezellig. Dus wij zien het niet zitten om met schermen in onze zaak te staan. Door corona hebben ze de afgelopen tijd veel omzet misgelopen. Daarom zijn ze nu genoodzaakt om de vestiging in Rotterdam te sluiten. Wij kunnen gewoon niet heel erg hard werken op één locatie om alleen maar de gaten te dichten op de andere locaties. Dus vandaar dat wij gewoon echt keuzes moeten maken om een gezond bedrijf te blijven. Dat betekent dat Dordrecht wel open kan blijven. Ze zijn hier zelf eigenaar van het pand waar ze trouwens ook wonen. Buiten onze regio hebben ze nog twee zaken, in Den Haag en in Breda. Maar of deze open blijven wordt aankomende week bepaald. Hoe zie jij de toekomst in? Heel goed. Ja, gek genoeg wel. Wij hebben echt super veel lieve Koffielisjes fans. En er wordt ontzettend veel besteld online. En ook in de Jumbo staan we, in de Jumbo Sterrenburg. Dat loopt ook echt super goed. Waardoor ik gewoon alle vertrouwen heb dat het met Koffielisjes goed komt. Maar ja, dus niet met Rotterdam.